Welkom bij de podcast van House of Champions. Ik ben Hans Kroon en ik heb er zin in. Dit is iets waar ik best al lang naar uitgekeken heb om een podcast te maken. Dit is het begin van een veelbelovende serie die voor heel veel mensen leerzaam kan zijn. En waar we kennis en ervaring gaan delen met heel veel verschillende onderwerpen. Mijn missie als coach is totalitaire mensontwikkeling. En vooral het totalitaire is voor mij heel belangrijk. Ik wil mensen leren, inspireren, motiveren, maar vooral activeren. Op zoek te gaan naar hun potentieel. Iedereen heeft een potentieel, iedereen heeft een groeipotentieel. Alleen te vaak blijven we hangen in de fysieke en mentale beperkingen. Waarvan we denken dat het de limiet is. En het mij fascineert het nog steeds eindeloos om te zoeken naar de bovengrens in eigenlijk alle opzichten. House of Champions! Welkom bij de tweede podcast van House of Champions. Mijn naam is Hans Kroon. Ik ben strength and conditioning coach van vele topsporters. En ik vind het een eer om onze gast van vandaag te verwelkomen, Noeska Fontein. Noeska Fontein is in mijn ogen de allerbeste bokser die Nederland ooit heeft gehad. De vrouwelijke bokser, amateurbokser. En ik werk al heel lang met haar samen. Maar hoe ben je eigenlijk in de boksport beland? Ja, eigenlijk gewoon toevalstreffer. Eigenlijk per ongeluk. Ja, toen ik gewoon op de basisschool zat. Toen deed ik sporten als atletiek en hockey en allemaal leuk en aardig. Nooit echt voor de win, maar gewoon voor de gezelligheid. En toen had ik een meisje in de klas ook die dat taekwondo deed. En daar hield ik gewoon een beetje afstand van. Omdat ik dacht, ja, vechtsport, agressievelingen, die moet ik niet hebben. Maar dat veranderde eigenlijk toen ik 14 was. En ik had een vriendinnetje die taekwondo deed. En zij was altijd heel vriendelijk en ja, een van mijn beste vriendinnen. Dus nou ja, die zei, ga eens een keertje mee en kijk eens of je het wat vindt. En ja, toen was ik meteen verkocht. Eigenlijk de eerste les gelijk helemaal verliefd op die sport. En dat heb ik een jaar of 5 heel fanatiek gedaan. En eigenlijk om daar beter in te worden, ben ik door een aantal jongens naar de boksschool gestuurd. En dat bleek een heel goed idee. Gelukstreffer. Ja. En niet gelijk hoor. De eerste training moet ik zeggen, dat was zaterdagochtend. Ik weet het nog precies. Tussen allemaal grote oudere mannen, geen vrouw te bekennen. Bierbuik, zweet over en weer, gutsend. En een zware training wel. Dus ik vond het niet super leuk, maar ik had wel heel erg last van mijn armen achteraf. Dus ik dacht, nou, dit zal wel goed voor me zijn. Dus eigenlijk met hakken over de sloot de week erop weer gekomen. En toen stond daar eigenlijk mijn huidige trainer, Abdul Fakiri. En toen werd het een heel ander verhaal. Want die zei van, hey, kom eens hier en doe eens wat voor. En het ziet er goed uit. En wil je wedstrijden doen? Dan kom je morgen weer. Dus toen ging het eigenlijk heel hard. Ja. En wat maakt boksen nou zo'n goede match met jou? Ja, het begint natuurlijk wel met een stukje aanleg, met een stukje fighting spirit eigenlijk. Dat heb ik vanuit de taekwondo wel meegenomen. Natuurlijk zijn het heel andere technieken, maar ja, je leert daar wel een klap krijgen en vooruit te gaan in plaats van in je schulp te kruipen. Het spelletje ligt me, ik kan het technisch allemaal wel goed oppakken. En daarnaast is het denk ik, zoals in elke topsport, is het eigenlijk niet alleen die aanleg en misschien de work drive in de training die je hebt. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken qua organisatie. En meer het vermogen om een manager eigenlijk van je eigen carrière te zijn. Wanneer dacht je eigenlijk van, ik zou hier wel eens heel goed in kunnen worden, want je bent absolute wereldtop. Ik denk wel dat jouw cv meer dan een paar pagina's behelst. Er staan hele mooie prijzen op. Maar wanneer dacht je van, hey, ik kan echt een absolute topper in worden? Of heb je dat überhaupt wel gedacht? Ja, wel. Maar je begint daar niet zo mee. Begint gewoon met die eerste wedstrijd. Ja, stik zenuwachtig. Ja, gewonnen. En de tweede ook. En volgens mij toen ik 19 wedstrijden had, had ik er dan 18 van gewonnen. Dus dat was best een mooi lijstje. Maar de echte doorbraak was denk ik in 2010. Toen werden wij uitgenodigd door een Zweedse bokster. Zij was wereldkampioen geweest. En ik moet zeggen dat toen het WK's voor vrouwen echt wel ander niveau waren dan nu. Maar zij was er een tijdje uit geweest en zij had mij zien boksen. En ze vond het een mooie start weer, een comeback te maken. Nadat ze een aantal jaar dus wegens ziekte niet in de ringen had gestaan. Dus zij nodigde ons uit om naar Zweden te komen. En dat was eigenlijk mijn eerste
internationale trip op zo'n niveau. En alles werd betaald en we zaten in een mooi hotel. En die hele entourage vond ik al mooi. En het idee dat ik tegen een wereldkampioen moest boksen, dat was al geweldig. En er werd vanuit Nederland ook al gezegd van ja, leuk en een mooie ervaring. Maar dan gaat ze natuurlijk niet winnen. En dat gebeurde toen wel. En toen dacht ik wel ineens van oké, dat is wel raar eigenlijk van een wereldkampioen winnen. En wat voor deuren zijn er eigenlijk dan nog meer open? Ja. En toen werd het eigenlijk, het jaar daarna kwam de EK in Rotterdam. Had ik echt geluk dat dat hier werd georganiseerd. En dat ze daar natuurlijk gewoon boksers wilden hebben staan. En daar pakte ik mijn eerste medaille. En inmiddels ook A-status gepakt. Dus dan heb je ook de mogelijkheid om fulltime te gaan trainen. En om echt alles voor je sport te gaan doen. Wat vind je nou eigenlijk het mooiste aspect aan het boksen? Wat ik het leukste vind is de verschillende stijlen. Dus we hebben best wel geluk. Kijk, vroeger toen ik taekwondo deed, toen dacht ik aan boksen. Dacht ik, ja, dat is ook saai. Alleen maar met je handen en geen voetenwerk eigenlijk, geen trappen. En als je gaat boksen, kom je natuurlijk achter dat dat helemaal niet zo is. En dat er heel veel stapjes en oneindig veel mogelijkheden in die stoten zijn. Maar wat ik het leukste vind is, we hebben heel veel verschillende manieren om te trainen. Dus we kunnen sparren, maar we kunnen ook op de pads en op die zakken, dat schaduwboksen. En daarnaast natuurlijk fysieke training erbij. Dus je hebt daar best wel veel variatie in. Ja. Maar het leukste vind ik dat we allemaal een andere stijl hebben. Dus ook al zit je in dezelfde gewichtscategorie, dan heb je lange mensen, korte mensen, dik en dun, krachtig of juist heel snel. En je moet daar altijd een oplossing voor vinden. Dus het belangrijkste is ook om daar met z'n allemaal te kunnen dealen. Dus je hebt vaak boksers die met een bepaald type heel goed om kunnen gaan. Maar het is zaak om elke tegenstander een oplossing te vinden. En dus verschillende stijlen in te kunnen zetten. Wat is jouw stijl? Ja, daar heb ik laatst toevallig weer langer over na zitten denken. Want ik ben best wel lang. Dus ik hou er wel van om het gevecht lang te houden op afstand. Maar ik denk dat mijn kracht uiteindelijk misschien wel is een soort het universeel zijn. Mm-hmm. Dus naar voren kunnen, maar ook naar achter kunnen. Want als wij naar een wedstrijd kijken, eigenlijk naar een tegenstander, dan kijk je al snel naar waar zitten de zwakke punten. En dan heb je er vaak één die heel goed kan aanvallen. Maar dan zie je van, als je die aanvalt en ze moet achteruit, dan wordt het niks. En misschien zit mijn grootste kracht wel in dat ik met verschillende situaties kan dealen. Zeg maar, als jij je wedstrijd voorbereidt en je gaat je gameplan maken, wat zijn eigenlijk dan de belangrijkste uitgangspunten daarin? Als je zo'n video gaat kijken echt van de tegenstander, dan ben je eventjes gefocust op die tegenstander. Mm-hmm. Waarna je eigenlijk wel weer snel ook terugschakelt naar je eigen krachten. Maar bij ons begint dat eigenlijk inderdaad van wat heb ik voor me? Is het lang, is het kort? Heb ik een langere reach of moet ik juist het gevecht opzoeken? Dan heb je natuurlijk gewoon de stand. Staat er links voor, staan ze rechts voor? Zijn er bepaalde stoten voor je waar je voor moet oppassen? En ook movement eigenlijk in de ring. Dus ja. Je hebt mensen die om je heen blijven draaien en anderen die je alleen maar blijven aanvallen. En het is dus de zaak om te vinden waar de gaatjes voor mij zitten. En als je in een toernooi gaat, heb je natuurlijk te maken met verschillende tegenstanders. Hoe ga je daar mentaal in om, maar hoe ga je daar ook in je gameplay mee om? Ja, dat is best lastig. Je gaat vaak naar een toernooi en je weet niet wat er tegenover je komt te staan. Aan de andere kant is dat ook weer lekker om het niet te weten. Want dan kun je dus in die voorbereiding, ben je volledig bezig met jezelf. En er zijn allemaal opties, maar je weet niet wat er tegenover je komt. Dus ik probeer dat los te laten eigenlijk tot de loting er is. En dan ook niet in zo'n hotel heel de tijd om me heen te kijken. Want als je daar met 10 boxers bent en je gaat je zorgen maken om alle 10 die tegenstanders. Ja, dan is je hoofd heel vol en dan wordt het een onmogelijke opgave. Dus we kijken echt naar de eerste tegenstander en dat is de enige hobbel. En zodra we dat weten, dan is het video kijken. En vaak heb je ook een verleden al met een bokser. Dus je weet hoe het vorige keer is gegaan. Dus daar heb je ook je leermoment uitgehaald. Want zo ook nu voor een wedstrijd maak je een gameplan. Maar ik heb ook, elke keer na de wedstrijd schrijf ik ook weer op. Van dit werkte wel en dat werkte niet. Want anders moet je volgende keer weer opnieuw het wiel gaan uitvinden. Neem ons mee naar zo'n toernooi. Hoe werkt dat vooral met spanning? Kijk, spanning is natuurlijk iets waar elke topsporter mee te maken krijgt. Spanningsregulatie is wel uiteindelijk bepalend, denk ik, of je kwaliteiten maximaal tot z'n recht gaan komen. Hoe werken die spanningsvelden bij jou en hoe ga je daarmee om? Ja, een wedstrijd 1-op-1 in de vechtsport, dat is gewoon spanning. Dat is gewoon, dat is altijd op het top van je kunnen proberen te presteren.
Ja, vanaf het moment dat ik die loting heb, dan komen die spanningen echt bij mij binnen. Daarvoor is het allemaal, ja, misschien heb ik wel een vrij loting. Of misschien moet ik wel tegen die makkelijke, onbekende Italiaan. Weet je, dan is er altijd nog een soort van rust. Ja. En daarom wil ik ook mijn loting eigenlijk echt pas 's ochtends weten. Dat hoef je niet net voordat ik ga slapen te vertellen, want dan wordt het niks die nacht. En eigenlijk het eerste vaak, als je ook die loting krijgt te weten... Oh shit, weet je wel, dat is die. Oh, dat was vorige keer zo lastig. Of dat is die ene die een conditie van een beer heeft en door blijft gaan. Maar dat heeft altijd even een tijdje nodig om in te zinken. Oké. En dan kijk je die video's, dan maak je dat plan. Ja, en vaak is het de dag daarna of zo dat je moet boksen. En dan zo'n dag is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is vroeg opstaan naar de weegschaal. Ja, dan een goed ontbijt natuurlijk. Vaak zorgen we wel ook voor wat buitenlucht op zo'n dag. En wat er verder in je hoofd gebeurt, is dat eigenlijk dat gameplan heel de tijd circuleert. Dus ik probeer... Visualiseer je veel? Ja, dat ook. Ogen dicht en weer voor je zien, die stoten. Dat kan natuurlijk ook op verschillende manieren. Je kunt dat, heb ik wel eens met een sportpsycholoog over gehad. Je kunt van buiten naar jezelf kijken en het jezelf zien doen. Maar ja. Je kunt het jezelf ook voelen doen. Dus dan moet je... Wat heeft jouw voorkeur? Nee, ik moet uiteindelijk echt mezelf voelen doen eigenlijk. Ja. Ik moet vanuit mijn ogen die stoten zien vertrekken. En doe je dat liggend of doe je het juist echt actief staand? Ik denk meer zittend eigenlijk. Okay. Maar niet liggend in mijn bed. Want op zo'n wedstrijddag, ja, je hangt maar in dat hotel. Dus je hangt daar ook wel veel gewoon in horizontale stand. Dus proberen we expres wel zo'n wandeling te maken overdag. En ook wel bepaalde momenten zeggen, oké, nu ben je even uit die kamer. Maar ik probeer het echt letterlijk, zo'n dag deel ik eigenlijk echt in, van uur tot uur. Dus zeg ook, oké, dan is het tijd voor visualiseren en dan gaat dat gameplan ook even weg. Je kunt daar niet 24/7 aan blijven denken, want dan ben je eigenlijk al opgebrand voordat je begint. Zit daar een strak protocol voor jou aan vast? Nou, de wedstrijddagen zijn altijd weer anders. Dus ik moet altijd kijken van, box ik 's middags of 's avonds? Hoe is het transport daar naartoe? Maar ja, in grote lijnen... Is het dan na dat ontbijt even naar buiten. De lunch verzorg ik altijd zelf. Dus in zo'n hotel heb je altijd warm eten. Maar dan weet je natuurlijk niet wat er komt. Komt er rijst of een of andere saus? Of dat moet ik allemaal niet hebben. Ik eet eigenlijk zoals ik ook voor mijn trainingen thuis eet. Omdat ik weet dat dat goed valt. Dus van de judoka's heb ik geleerd eigenlijk om een elektrische pan mee te nemen. Om daar maaltijden in te bereiden. Dus havermout, melk mee, alles mee in die tas. Zodat dat in ieder geval goed geregeld is. Niks aan het toeval overlaten noemen we dat. Nee. Heel goed. Dus ik heb dan, ik maak altijd, ik schrijf het ook echt uit op papier. Dat ligt op mijn nachtkastje. Oké, zo laat gaat de wekker. Dan ga je eten. Dan is het altijd standaard een koude douche. Die neem ik dus nooit thuis, maar die neem ik altijd daar. En opschrijven, is dat echt een hulpmiddel om je hoofd leeg te houden? Ja, zeker. Anders dan blijf ik ook denken van, klopt het? Want laatst had ik ook, een van mijn laatste wedstrijden, lig ik in dat bed. En ineens denk ik, het klopt niet. Ik heb geen rekening mee gehouden dat we nog een uur van tevoren er moeten zijn of zo. Dus je gaat terugrekenen vanaf het moment dat je moet boksen. Dus we rekenen, oké, we zien de wedstrijden beginnen om 4:00 en ik heb de 5e partij. Dat betekent dat ik om 5:00 moet boksen. Dat betekent dat ik zeker om 4:00 in de zaal wil zijn. 4:15 begint dan de warming-up. Dus als 4:15 de warming-up begint, dan wil ik om 3:15 gegeten hebben. Dus dan gaat de wekker om 2:00, dan ga ik douchen, dan ga ik die tas nog een keer controleren, want die is al ingepakt. En dan, dan gaat dat zo door. Check, check, double check. Ja, zeker. En ja, qua spanning, wat ik zeg, dat gameplay gaat door je hoofd. Verder probeer ik het ook een beetje luchtig te bekijken als dat kan. Soms gewoon stomme filmpjes op je telefoon. Gewoon Modern Family of zo. Gewoon iets heel lulligs, iets luchtigs te bekijken. Om gewoon een beetje te lachen die dag. En je weet ook vanaf het moment dat je die zaal inkomt, is het altijd hetzelfde. Nog even die muziek op. En dan kies ik echt gewoon iets heel relaxed. Dan kies ik desnoods Bob Marley juist om rustig te houden. En dan gaat het schoenen aan, bandages aan. En op een gegeven moment weet je, oké, nu is het tijd om te beginnen. En dan gaat die koptelefoon weg en dan begin je. En eigenlijk heb je dan het stukje met de pads. Daar herhaal je natuurlijk nog eens wat je gaat doen. En het is eigenlijk altijd vol vertrouwen wel naar die ring. Dan is het uiteindelijk dat moment dat je die ring instapt en dan is het jij of zij. Ja. Dus die tegenstander is een obstakel. En ik weet dat je op een bepaalde manier haat voelt naar je tegenstanders. Ik heb ook we hebben het er wel eens over gehad van na afloop van je carrière wil je ooit langsgaan bij al je tegenstanders om te zeggen dat je het eigenlijk niet zo bedoelde.
Maar hoe werkt dat nou voor jou? Dus heb je die haat nodig om de agressie op te roepen? Die noodzakelijk is om te kunnen, letterlijk te vluchten, te kunnen vechten met die tegenstander? Nou, dat vechten, dat zou sowieso wel lukken. Maar ik ben wel bang dat als ik ze te dichtbij zou nemen, dat ik, ja, dat, dat af zou nemen of zo. Dat je, het is no mercy en je wil die mercy niet hebben. Dus ik hou ze gewoon op afstand. En als we elkaar tegenkomen in de lift, ja, met een beetje tegenzin wordt het dan een good morning of zo. Of een hello. Maar verder komen we gewoon niet tegen. Nee, liever kom ik ze helemaal niet tegen. En ik heb soms ook gewoon een hekel aan hun stijl of zo. Dan, weet je wel, dan is het al van, oh, dan heb je die met die lange klauwen. Of die ander, die blijft maar klemmen. Dus ja, het is ook gewoon, ja, ergens, je moet ze gewoon niet hebben. En ik haat ze allemaal. Maar aan de andere kant weet je ook dat zij wel hetzelfde doen als jij. En ze werken daar ook even hard voor. Dus ergens heb je er ook wel begrip en respect voor. Maar dat komt denk ik later. Later als je groot bent. Ja. Zelfvertrouwen is ongelooflijk belangrijk voor iedere sportman, sportvrouw. Hoe zit dat bij jou? En doe je daadwerkelijk daaraan werken? En hoe werk je daaraan? Ik denk dat het grootste zelfvertrouwen eigenlijk komt door hard te trainen. En door te laten zien wat je in die trainingen kan. Dan weet je ook dat je dat in een wedstrijd zou moeten kunnen. Dus ik denk dat daar de grootste winst ligt. Ik heb geen last van een verminderd zelfvertrouwen dat ik naar die ring ga. Dat ik denk, ik kan het niet of het gaat niet. En natuurlijk heb je wel naar zo'n wedstrijd toe, niemand wil falen. Een soort faalangst, dat zit misschien in iedereen wel een beetje. Je wil niet onderdoen voor wat je kan. Maar dat is denk ik geen gebrek aan zelfvertrouwen. Ik denk dat dat wel goed zit. Je bent een vrouw van, ik noem het een vrouw van rituelen. Ja. En je hebt een heel arsenaal aan rituelen. Kun je ons deel van maken van hoe dat werkt voor jou? Ja, ik heb dat, ik weet niet hoe lang geleden dat al begonnen is. Maar dat begint heel klein. Dat je voor de wedstrijd liever eerst je linkerhandschoen aan hebt dan je rechterhandschoen. En uiteindelijk is dat een beetje uit de hand gelopen. Dat je af en toe naar wedstrijden toe wel heel veel van dat soort ritueeltjes krijgt. En het wordt wel eens gezegd dat dat eigenlijk onzekerheid zou kunnen zijn. Maar ik hou er ook van om juist te denken dat dat me scherp houdt. Dus ja, ik kan me niet eens uitleggen hoeveel momentjes dat zijn. Maar als ik bijvoorbeeld een wedstrijd heb gehad. Ik noem gewoon één van die voorbeelden. Ik heb een kledingkast, daar liggen alle kleuren van de regenboog. Maar als ik in de blauwe hoek ben geëindigd, de laatste wedstrijd. Dan blijft die blauwe hoek, die kracht van die blauwe hoek, die blijft mij bij. Dus als ik dan mijn shirtjes op mijn rij leg, dan zal die blauwe altijd bovenop liggen. Omdat nooit die rode, snap je, bovenop die blauwe zou kunnen. Ga je die dan ook vaker dragen? Nee, niet per se. Ik draag wat er gedragen moet worden, maar dat zijn gewoon kleine dingetjes. Maar heeft dat dan ook invloed op wat je op de volgende wedstrijddag gaat dragen voor kleur? Nee, dat heb ik niet zelf in de hand. Maar en dan ben ik weer naar zo'n wedstrijd toe, vergeet je dat ook wel weer. Maar het zet me scherp. Ik hoor het wel van andere sporters ook. Dat je je ziet een waterfles staan. En je hebt gewoon liever dat die met het logo naar voren staat. En niet zo schuin. Weet je, alles moet gewoon kloppen. En dat merk je gewoon. Ja, in de training wil je dat alles klopt. En in je dagen, naar zo'n toernooi toe, je wil dat alles klopt. Je wil absoluut niet dat je geblesseerd raakt. Je wil niet dat je verkouden wordt. Je wil niet dat je te weinig slaap hebt. Dat regel je allemaal. En dat uitzicht soms een beetje in extreme. Dat je wil dat alles recht staat. En dat alles de goede kant op gaat. Dus uiteindelijk dat wedstrijd is het examen eigenlijk wat je elke keer weer moet afleggen. Na afloop ga je natuurlijk eigenlijk analyseren hè, wat je gebracht hebt. Technisch, tactisch, fysiek, mentaal. Ik stel je vaak de vraag van hoe vond je dat het ging? Ja. En eigenlijk 9 van de 10 keer komt daar geen zinnig antwoord uit. Kun je uitleggen hoe dat werkt bij jou? Ja, dat klopt. Als ik een wedstrijd heb gedaan, ik kom terug en iemand zegt, en hoe was het? Ja, ik weet het niet. Ik heb dat gewoon heel vaak. Ik weet niet, ik weet flitsen van wat er gebeurd is. Ik weet van, daar en daar maakte ik een mooie actie. Maar ik moet echt die beelden terugzien om er echt wat van te kunnen vinden. En ik vind het eigenlijk ook niet heel gek, omdat het zo snel gaat in die ring. Je hebt 3 keer 3 minuten, maar je hebt geen tijd om te evalueren. Dus ik geef een stoot, maar ik krijg er 2 terug en ik moet daar wat mee. En je bent zo bezig met het hier en nu, wat daar dan gebeurt, ja, dat het eigenlijk denk ik best logisch is. Maar, als je terugkomt van de eerste ronde, je komt terug in de hoek, heb je dan enig idee hoe je ervoor staat in die wedstrijd? Of moet dat altijd verteld worden tegen je?
50-50. Soms denk ik dat het, als het lekker gaat, dat het lekker gaat. En dan is het meestal ook wel zo. Maar ik heb ook inderdaad momenten dat ik het niet weet. En dan, of het voelt soms heel zwaar. Soms ben ik ook bezig en dan denk ik van, oh, dit wordt zo'n wedstrijd waarin elke stootje een soort van kracht kost. Maar dan kom ik in de ring en dan krijg ik te horen, oké, prima ronde. En dan, nou ja, oké, dan zal het wel. En vanaf daar gaat het ook wel altijd alleen maar beter bij mij. Meestal is de eerste ronde nog een beetje stroef. En als die al goed gaat, dan heb ik een grote kans dat het daarna alleen maar positief uitpakt. Maar wel met het huidige systeem waarin je dus scores krijgt per ronde, ben je nog helemaal nergens na één ronde. Dus dat is wel altijd iets, hoe goed het ook gaat in de eerste ronde. Als zij de tactiek verandert en ik schakel daar niet genoeg op in, dan kan je nog steeds twee rondes verliezen. Dus dan heb je nog niks na één ronde. Eigenlijk zie ik het als iets heel moois wat je eigenlijk zegt. Want het is eigenlijk de ultieme vorm van de flow waarin je zit. Het is een naadloze samenwerking tussen lichaam en geest, zonder eigenlijk dat je erover nadenkt. Ja. En je doet eigenlijk alle automatismes die je ingeslepen hebt, alle patronen, doe je eigenlijk simpelweg toepassen. Ja, ja, het is dus heel instinctief. En die flow, die probeer je ook altijd op te zoeken. En dat is niet heel makkelijk, want als dat heel makkelijk was, dan zou iedereen altijd in de flow zitten. Zou iedereen altijd zijn wedstrijden winnen. Dat kan nou helemaal niet. Hoe zoek jij hem op dan? Nou, wel deels in die rituelen. En deels in wat ik zeg, zo'n dag dat die al helemaal uitgestippeld staat. Dan heb ik in ieder geval al die randzaken uitgefilterd. Ja, eigenlijk om de vrijheid te bewaken in je hoofd. Ja, ja. En of het uiteindelijk vanzelf gaat in die ring, dat weet je gewoon niet. En hoe goed jij je ook voelt en hoe goed die warming-up ook is. Soms kom je in de ring en dan loopt het niet zoals je wilt. Dat laatste stukje, dat heb je niet altijd in de hand. En het enige wat je denk ik kunt doen is zoveel mogelijk die kant op pushen. En hopen dat, dat je die dag gewoon lekker in de flow komt. En dat het gewoon je instinct het eigenlijk overneemt. Je was de eerste Nederlandse vrouw op de Olympische Spelen die een medaille haalde voor Nederland. Nederland had 24 jaar lang geen boksers meer daar gehad. Hoe heb je die Olympische Spelen beleefd? En is het voor jou inderdaad, hè, wat veel amateursporters zeggen, het ultieme podium? Ja, zo'n Olympische Spelen is natuurlijk al groot, omdat het maar één keer in vier jaar is. In 2012 had ik ook een kans om daar te staan. Kwam misschien een beetje vroeg. Ik had er wel thuis gehoord, maar goed dat ik die boot miste, was eigenlijk niet zo'n heel grote ramp. Ik had nog tijd gehad. Toen in 2016, nou, hadden we twee kansen eigenlijk. We hadden eerst de Europese kwalificatie en toen die wereldkwalificatie. En in de Europese kwalificatie had ik echt goede kansen. En de loting was geweest en ik kijk altijd alleen naar de eerste tegenstander. Maar goed, achteraf heb ik natuurlijk geweten van die loting, die was perfect. Ja. En de eerste wedstrijd tegen een Ier. Nu komt het verhaal van het haten van je tegenstanders en op afstand houden. Ja. Wij kwamen net uit een trainingskamp uit Ierland. Ja. En twee weken lang daar getraind. En die meid, die heb ik eigenlijk alleen de eerste dag gezien. Wie is die meid? Ja, Christina Desmond. Okay. Eerste dag mee gespart. Nou, zij moest zich eigenlijk elke keer verexcuseren. Sorry hoor, maar ik lukt me allemaal nog niet zo goed. En maakt niet uit. Maar en bloedneus. En we hebben die week niet meer met elkaar gespart. Want zij hebben ons uit elkaar gehouden. Ze wisten dat dat wordt niks, weet je wel. Dat kunnen we die meid eigenlijk niet aandoen. En twee weken lang, nou, een goede band gehad. En we moesten elke keer van het hotel naar die hal. En zij bracht ons. En nou, vrije tijd samen. Ja, even naar de stad, weet je, leuk. En we hebben het nog uitgesproken van tevoren. Dat zou wel erg lullig zijn als je nou tegen haar loopt. Ik loop tegen haar. Oei. Ik loop tegen haar en zij wint de partij. Ja, je snapt niet hoe. Achteraf, als je de beelden bekijkt, denk je, nou, had ze die nou gewonnen? Mwah. Discutabel, maar feit was dat ik gewoon niet scherp was. En ik heb daar geen goede wedstrijd afgeleverd. Zij zat 100% in de flow. Zij wist eigenlijk, ik ga hier vandaag verliezen. Zij wist. Daar is het haatsyndroom. Daar is het helemaal fout gegaan. Daar is het haatsyndroom geboren eigenlijk. Ja, dat was een goede les. Maar gewoon de energie waarmee zij die ring instapte en ik, dat was een wereld van verschil. Tegen mij werd eigenlijk gezegd van, nou, doe gewoon je ding en we zien na die eerste ronde hoe dat gaat. Zorg vooral dat je niet geblesseerd raakt eigenlijk voor die volgende wedstrijden. Nee. Tegen haar werd natuurlijk gezegd, en dat zat in haar hoofd, alles geven wat je hebt. Je hebt maar één kans en ga er gewoon voor. Dat gebeurde dus. Is dat ook eigenlijk de les dat je dan te veel met de tweede horde bezig bent en struikelen over de eerste horde? Ja, nou, ik heb toen ook niet geweten wie mijn volgende tegenstander was. Maar het was wel een duidelijke onderschatting van de tegenstander. Ja. En dat was gelijk de laatste keer dat ik dat deed. Dus ja. Nu ook,
ik zou hem meer nog serieus nemen. Ja. Dus dat is een hele goede les. Maar goed, mijn eerste kans op te spelen in 2016 was toen verkeken. Ja. En ik had dus nog maar één kans. En hoe lekker was het dat ik twee toernooien had, dat die druk niet zo hoog was. Nou ja, amper 3 weken later moesten we dus naar Kazachstan. En daar moest ik bij de eerste 4 van de wereld komen. Anders ging het feest weer niet door. Was dat de WK? Ja, WK. En gewoon heel beladen. Je hebt maar 1 kans. Dus eerste wedstrijd gewonnen, tweede wedstrijd gewonnen, derde wedstrijd, eerste ronde achter. Ja, dan, we hadden toen nog 4 rondes. Je hebt nog 3 rondes om het om te keren. En dat is gelukkig gelukt. En we weten hoe het verder is gegaan. Uiteindelijk kom je dan meteen in die stroom van Team NL. En ga je naar de Spelen. Dan hoor je ineens bij zo'n groep Olympiërs. En dat was natuurlijk heel magisch. En ook de tijd daar. Ik heb het geluk gehad om echt van begin tot eind. Want ik bokste op de allerlaatste dag. En ik was er bij de openingsceremonie al bij. Dus ik heb wel die full experience meegemaakt. Ja, super gaaf natuurlijk in dat hotel. Echt een heel Nederlandse sport eigenlijk samen. En je ziet... Sorry dat ik je in de reden val. Ja. Maar als ik je advies mag geven aan een topsporter die mee de Olympische Spelen. En je hebt de kans om de openingsceremonie live bij te wonen. Wat is je advies? Ja, doen. Als er genoeg hersteltijd tussen zit. Ja. Kijk, als ik het 2 dagen van tevoren had moeten doen, had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan. Want het is wel iets wat... Het duurt vaak lang. Het is omdat je met zo'n enorme stroom aan mensen loopt. Je moet lang in een bus, je moet lang wachten. Dus het kost wel wat van je energie. Dus als je de dag daarna moet boksen, dan moet je dat zeker niet doen. En dan kijk je dat lekker vanuit je kamer. Maar verder is het natuurlijk iets heel magisch. Dat er zo'n groot stadion. Ja, misschien voetballers maken dat vaker mee. Maar wij eigenlijk niet. Dus dat zijn mooie dingen. En die hele spelen daar natuurlijk. Magisch. En dan medaille pakken bij terugkomst. Ja, die gekkigheid begon eigenlijk toen pas. Laten we nog even teruggaan naar die Olympische Spelen. Dus je had een relatief lange tijd tussen de openingsceremonie en dat jij aan de bot kwam. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was het om je focus te behouden? Nou, ik heb die tijd niet als heel lekker ervaren. Zeg maar daar, de trainingen, ik zou liever in Nederland zijn geweest. Het is dan toch aanpassen en je hebt ergens een beetje een paar fitnessapparaten. En ja, omdat ik zo lang al daar was, ik moest ook gewoon sparren met tegenstanders. Omdat je gewoon je ritme anders kwijt bent. En dat ging niet eens allemaal goed. Maar ja, dat zette me blijkbaar weer scherp, want de wedstrijden gingen daar dan weer wel goed. Maar het was best wel lastig, om daar... je ziet ook dat al die sporters al aan de beurt zijn en iedereen is al geweest en jij moet nog. Dat is altijd lastig. Uiteindelijk heb ik daar wel gepresteerd zoals ik zou willen. En natuurlijk... Je eerste Olympische Spelen in de Olympische finale staan. Ja. Neem ons even terug naar dat moment. Wat doet dat met je? Nou ja, je wordt natuurlijk 's ochtends wakker. En zoals eigenlijk bij elk groot toernooi... Je moet er niet te veel over stilstaan op het moment dat je daar bent. Want dan komt er inderdaad een enorme last op je schouders. En dan komt er alleen maar heel veel meer spanning bij. En uiteindelijk moet je je focussen op die taak. Dus dat is wat je heel de tijd probeert. Denken, wat moet ik doen vandaag? En niet te veel laten inzinken dat je in de Olympische finale staat. Want dat kan je niet. Dat kan je hoofd helemaal niet verwerken eigenlijk, heb ik het idee. Daar heb je nog wel wat langer voor nodig. Die wedstrijd... 3x3 minuten. Ik had eerder tegen Clarissa Shields. Ik moest eerder tegen haar op die WK. En dat was de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten. En ik verloor die wedstrijd. Maar dat was eigenlijk no big deal toen. Want mijn enige taak toen was om dat Olympische ticket te pakken. Ja. En dat had ik gedaan. En nu stonden we weer tegenover elkaar. En de eerste wedstrijd had ik wat fouten gemaakt. Dus dan hadden we afgesproken dat ik bepaalde dingen niet zou doen. Zoals instappen. Als zij dan in de touwen stond met de handen laag, dan staat ze te wachten om je op te vangen. Ze heeft heel veel handspeed. Dus als ik eenmaal in haar cirkel was, dan moet ik daar zo snel mogelijk eigenlijk weer uit. En de eerste keer deed ik dat gewoon heel duidelijk soms niet. Dus dan maakte ik de fouten die we er daarna wel uit wilden filteren. Dus we hadden echt wel goed vertrouwen dat ik daar die dag iets moois kon neerzetten. En dat is in die zin wel gelukt. Maar het is niet gelukt om die winst toen te pakken. Achteraf was de eerste ronde was eigenlijk ook al heel goed. Maar toen kreeg ik eigenlijk de punten al niet. Dat wisten wij op dat moment niet. Maar je had kunnen weten van als je die al niet krijgt, dan wordt het hem waarschijnlijk niet. Een verloren race weg je dan. Ja, maar best wel ook achteraf. Dan krijg je natuurlijk alle vragen van wat ben je nou tevreden daarmee? En je wil natuurlijk Olympisch kampioen worden. En dat is natuurlijk een titel die je niet op een andere manier krijgt. Niet met een tweede of een derde plek.
Maar het leukste aan die vraag van ben je nou tevreden? Ja, dat duurt even voordat je daar een antwoord op hebt. Maar het mooie is dat ik een foto heb in de woonkamer waarin ik en Abdul elkaar eigenlijk in de armen vliegen met zo'n big smile. Ja. Dat je daar eigenlijk niet omheen kan. Dat je er niet omheen kan zeggen, ja, we zijn tevreden met die prestatie. Je hebt daar eigenlijk gedaan wat je hebt afgesproken. Je hebt eigenlijk alles eruit gehaald wat erin zit. Je hebt laten zien wat je kon en je hebt eigenlijk geen... natuurlijk heb je fouten gemaakt, want anders dan, als mijn hand elke keer een goede dekking had, dan was dat niet gebeurd. Maar je hebt geen steken laten vallen die voorkomen hadden kunnen worden. En ja, dan kan je gewoon blij zijn met zo'n prestatie. Te veel topsporters rekenen natuurlijk zichzelf alleen maar af op winnen en verliezen. Maar eigenlijk zeg je, als je je gehouden hebt aan je gameplan, je hebt maximaal gebruik van je aanwezige kwaliteiten. Ja, dan kan je eigenlijk ook nog een soort tevreden zijn met de medaille die je haalt. En veel de topsporters oren klinkt dat oneerbiedig. Maar ik moet eerlijk zeggen, ook als ik voor mezelf praat, heeft dat ook heel lang geduurd voordat ik zo naar ben gaan kijken. Ja, kijk, iedereen wil goud hebben en je wil daarboven op het podium. En je moet ook nergens anders voor gaan dan voor dat goud. Maar bij mij lag de grens misschien hier. Misschien was dat het hoogst haalbare. En weet je, voor heel andere sporters ligt die grens misschien bij iets heel anders. Misschien in de voetballerij, misschien haal je die eredivisie niet. Maar misschien kun je wel alles eruit halen en kun je op jouw niveau heel mooi presteren. En dat is uiteindelijk waar je dan waar je het mee moet doen. Ik ga gelijk een datum noemen. 13 oktober 2019. Ja. Wat is het eerste gevoel wat naar boven komt? De zwarte dag, de nachtmerrie. zo'n pokscarrière of elke topsportcarrière heeft gewoon zijn ups en downs. Ja. En ik heb een heleboel mooie ups mogen meemaken. En nog steeds hele mooie dingen die je doet. En er zitten ook mindere momenten in. En 13 oktober was wel een... dat was de diepste. Dieper wordt het niet meer. Ik denk dat jij de enige sportvrouw bent die een half uur wereldkampioen is geweest. Ja, dat jaar was er nog iets met wielrennen. Hetzelfde, ook zo'n verhaal van een disqualificatie. Maar om het even samen te vatten, was het dus mijn derde WK-finale. In 2016 dus tegen Shields. In 2018 tegen een Chinese tegenstander. En toen 2019 stond ik daar weer. Dan sta je ineens weer in de finale. Dat was ook een WK die we eigenlijk van tevoren... Ik had een blessure aan mijn pols. En we hadden hem eigenlijk nog bijna geskipt. Ja. Om te denken van dan skip je deze. Laat je die hand opereren. En dan gaan we vol voor de kwalificatie voor de Spelen. En uiteindelijk loste zich dat toch wel weer op. Dus dan gingen we weer vol goede moed naar Ulan-Ude in Siberië. Om even het beeld compleet te maken. En zo'n wedstrijd, je weet het nooit. Je gaat naar een toernooi. En soms mensen verwachten van alles van je. Maar... ook ik kan er de eerste ronde uitknikkeren. Dus je kan je eerste wedstrijd even een mindere dag en je kan eruit liggen. Maar goed, dat was niet zo. Dus weer wedstrijden gewonnen, nog één. En ineens sta je dan weer in de finale. En er komt weer dat besefmomentje van vanavond zou ik wereldkampioen kunnen worden. En jij zei net van, zijn die Olympische Spelen dan het grootste? Is dat het grootste wat er is? Ja, ik weet het niet. Ik heb een wereldtitel ook altijd als heel groot gezien. Het is alleen misschien al de naam wereldtitel. Ja, kampioen van de wereld. Ik heb precies hetzelfde. Voor mij is dat de beste van de wereld. Ja, dat zou mooi zijn. Ik moest tegen Lauren Price. Ik had haar eerder makkelijker verslagen. Toen in 2019 in Minsk Europese Spelen van haar verloren, terecht. Twee maanden later, dus deze WK. En we wisten van het kan close worden en het zal wel close worden. Maar goed, na drie rondes mijn arm omhoog. Dus dan komt dat besef van oké, dat heb je ook nog niet verwerkt. Maar wereldkampioen, mijn hand gaat omhoog. Ja, oké. En dat moment heeft dus inderdaad niet lang mogen duren. Want we gingen naar de medailleceremonie. Die is dan vaak één wedstrijd later. Dus er is een kwartiertje tussen waarin je eigenlijk gelijk van die ring naar die ceremonie wordt gebracht. Alleen er was één kleine maar. Bij een split decision was het sinds de zomer was het mogelijk om een protest te maken. En dat was er gebeurd. Maar dat wisten wij natuurlijk niet. Dus wij stonden eigenlijk klaar bij de ceremonie en de... twee bronzen medailles waren al uitgedeeld. En toen duurde het ineens lang en lang en lang. En ik sta nog een grapje te maken van... het zal wel iets met licht zijn of geluid of technische problemen. Maar eigenlijk net voordat het werd omgeroepen wat er gaande was... kwam het bij mij al binnen dat ik dacht... shit,
stront aan de knikker, zoals ze dat in Rotterdam noemen. Ja, die is een protest gemaakt. En dat werd dus omgeroepen later van... ja, due to a protest, the ceremony will be cancelled of uitgesteld. En dus wij weer terug eigenlijk naar die stoeltjes. En toen begon het lange wachten. Mm-hmm. En ja, dat is dan een half uur uit je leven waar je niet graag naar terugkijkt eigenlijk. Ja, omdat er eigenlijk ook niemand om me heen was. Die coaches waren eigenlijk bezig om ja, achter de schermen te proberen te achterhalen wat er aan de hand was. En wat zij konden doen om hier nou gewoon een goed einde aan te breien. En dan had je mijn vader aan de andere kant samen met mijn enige teamgenoten. Die zaten heel ver in de tribune. En ik zat ondertussen in mijn, ja, eigenlijk nog in je wedstrijdkleding. Ja. Gewoon ijskoud, ook van de spanning. Zit je gewoon te rillen eigenlijk. Ja, op een stoeltje te wachten, terwijl je aan alles voelt van dit is niet goed, dit, onheil. En nou ja, later heb ik het toch voor elkaar gekregen dat ik naar de kleedkamer mocht met een chaperone erbij die je dan in de gaten houdt. En daar kregen we eigenlijk, ja, daar hoorde ik vanuit een kleedkamer een overwinningsschreeuw van haar. Waarna haar coaches heel tevreden het vergaderhokje uitkwamen. Dus toen wist ik al van oké, dit is niet goed. En ja, toen daarna is ook een beetje een hartverscheurende moment eigenlijk dat, ja, dat mijn coaches ook ja, de zaal weer inlopen en aan mij willen gaan vertellen wat er is gebeurd. En je wist het al. Ja, ja, je ziet de tranen eigenlijk in hun ogen en je denkt het is niet nodig, het is niet nodig, zeg maar niks. Want ik weet al hoe laat het is, dus ja, en ik kan er nu wel goed over praten. Dat heeft natuurlijk wel even tijd gekost. Op dat moment denk je, nou, ik hoef hier nooit meer iets mee te maken te hebben. En blijft dat een litteken voor het leven? Ja, een klein krasje. Krasje. Een klein krasje. Ja, wel natuurlijk een, wat ik zeg, een echte dieptepunt. Echt een zwarte dag. En ja, ik kan er ook weer zo op terugkijken met een soort van humor dat je denkt... 10 minuten later komt de organisator naar mij toe. De hoogste pief komt vragen of ik alsjeblieft me weer wil aankleden voor de ceremonie. Om daar op dat tweede plekje, op dat blokje onder haar te gaan staan. En toen dacht ik van, ik ben nooit rebels en nooit... Ik ben altijd wel meegegaan dat ik maak geen problemen. Maar toen dacht ik, nou, dit is wel een grensje. Dit is hier een grensje. Ik ga nu niet terug om daar te gaan staan. Het was natuurlijk ook aan alle kanten werd natuurlijk gezegd van... ja. Het is onredelijk, het is onlogisch. Je hebt die wedstrijd gewonnen, dus het voelde onterecht en nog steeds. Dus toen heb ik eigenlijk voor mezelf een streep getrokken van ik hoef hier niet te staan. Dus ik heb gezegd, geef mij mijn tas terug en geef mijn telefoon, ik ben weg. Dus toen ben ik gewoon die zaal uitgegaan. Het was dus 's avonds in Siberië, het was onder nul, het sneeuwde en ja, gewoon de straat opgegaan. Daar, ja, daar moet ik nog steeds om lachen. Dat je dan, ja, ik zat te appen met vriendinnen en ik zei, nou, ik ben eruit. En zij zei, ja, tuurlijk ben je weg. En, ja, natuurlijk, laat ze stikken. En ja, toen ben ik uiteindelijk in een of andere pizza bar beland. En ik had helemaal geen Russisch geld bij me, maar niks, weet je wel. Ik denk, nou, ik ga hier zitten en eerst maar eens een tiramisu erin. En het helpt allemaal niet. Maar uiteindelijk werd hij natuurlijk gebeld of vanuit mijn vader en dat team. En waar zit je? Dus locatie gedeeld en heel dat team daar naartoe. En ja, dan zit je daar ook maar... ja, het is ja, bijna hilarisch vind ik dat. Hoe je dan in zo'n Russische bar maar zit. En ja, die nacht moesten we terug naar Nederland. En we hadden een overstap van 7 uur in Moskou. En hoe we daar dan toch nog iets van hebben gemaakt. Weet je, we hebben gewoon nog lachende foto's bij het Rode Plein. Weet je wel, ja, maakt het uit, weet je wel, ja. En ja, ik ben ook thuisgekomen. En het eerste wat ik eigenlijk heb gedaan is wel afstand genomen. Dus van dat hele boksen. Ik zou wel op vakantie gaan en ik heb mijn moeder gebeld. Ik zei, man, we gaan niet over 2 weken, we gaan nu. We gaan nu en we zijn gewoon gegaan. En dan kan je dat wel weer eventjes... Je moet gewoon afstand nemen en relativeren eigenlijk. En dan zie je in Vietnam hoe mooi de natuur is, hoe mooi het leven ook kan zijn. En dan, ja, het grappige is dat ik toen terug ben gekomen en dat ik een week later de ringen moest in Rotterdam. En dat is ook wel weer een redding geweest. Dat is echt een redding geweest. Dus je hebt eerst de therapeutische reis gehad. Ja, echt. Om de boel te cleanen. Ja. En te kunnen relativeren. Ja. En daarna heel snel eigenlijk gewoon weer terug naar het strijden. Ja, ja, die wedstrijd stond al gepland. En ik wist dus van door deze vakantie heb ik gewoon een kans dat ik daar niet echt optimaal presteer. En dat ik gewoon uit conditie ben. Maar ja, wat maakte mij dan nou uit op dat moment? Want die titel was net afgepakt en dat hele boksen, het zal wel. Maar ik kwam terug en ik mocht gelijk op Papendal aantreden tegen Team Kazachstan. Dus met Team NL. En ja, dat is toch alweer een mooi evenement dat zo'n interland in Nederland in Rotterdam plaatsvindt.
En gek genoeg ging die wedstrijd ook nog goed. En kan ja, me goed herinneren. Ja, dat was een prima avondje. En ook dat je gewoon weer denkt, ja, dit spelletje is gewoon leuk. En ja, ze gaan me dat ook niet afnemen eigenlijk, doordat ze hebben die titel al afgenomen. Ze gaan die sport niet, die ga ik niet opzij zetten. In het verwerkingsproces heeft een vriendin van jou een kunstwerk gemaakt. Ja. Dat vind ik wel een interessant verhaal. Hoe ziet dat kunstwerk eruit? Bedoel je de boef op de... Ja. Ja. Ik heb een vriendin die heel leuk kan tekenen. En die heeft daar meerdere plaatjes van gemaakt. En ja, eentje daarvan is inderdaad dat podium. Dat je dan dus... ja, de tweede plek is leeg. Op nummer 1 staat Price in een boevenpak. En op de derde plek staan die andere ook eigenlijk in mineur. Met ja, verlepte bloemetjes. En ja, leuk plaatje is dat. Hoe lang, als je terugkijkt naar die periode, zijn natuurlijk tegenslagen in je leven. Iedereen krijgt te maken met tegenslagen. En, het is een hele grote sportieve tegenslag. Het is voor mij, ik merk het als coach, ook gewoon echt een litteken en wat diep zit. Ik weet nog dat ik voor de TV Rijnmond een interview kreeg. En als ik daar zelf op terugkijk, zie ik gewoon drie van momenten dat ik gewoon mezelf moet herpakken. Anders zou ik in huilen uitbarsten. Het is natuurlijk moeilijk uit te leggen voor mensen die niet met topsport bezig zijn. Wat voor impact dat heeft. Nee. Je bent misschien wel 10, 12 jaar naartoe werken naar dat punt. Om inderdaad je te benoemen tot de beste van de wereld. Ik heb hetzelfde, weet je, een wereldkampioen is gewoon echt de beste. Ja, je bent daar zo lang voor aan het trainen. En ja, je hoopt gewoon dat alles een keer op de plek valt. Op de goede plek valt. En dat gebeurde eigenlijk. Dat is het stomme. Het gebeurde. Het lukte. Wat we wilden, dat lukte. Alleen het werd weer afgepakt. En nog steeds. Ja, daarna is er ook gedoe geweest natuurlijk met het CAS om dingen om te keren. En daar zijn ook fouten gemaakt. En dat bleek al snel een onbegonnen zaak. Maar dat is het meest pijnlijke eigenlijk. Dat je denkt, ja, het was gelukt. We hebben toevallig hier met jou in de tuin, we hebben dingen besproken. Hoe moet het mentaal ervoor staan? We hebben eigenlijk geen steken laten liggen. En dit was het resultaat. Ja. En het is voor mij ook, ik gunde het mezelf heel erg. Maar ik gunde het ook de mensen om me heen. Mijn trainers, mensen die mij altijd hebben gesteund. Dus Het is wel apart hoe dat werkt. Ik merk zelf nu we het erover hebben, dat ik toch een soort emotie weer in mijn stem hoor en voel. Dat het toch wel, het heeft een diepe wond gemaakt. En het blijft wrang, weet je, om terug te kijken van, het was zo'n mooie titel. Je had er zo recht op, je was daadwerkelijk de beste. Ja. En je hebt nu vrij recent twee keer tegen haar gebokst en korte metten met haar gemaakt. En duidelijk laten zien wie de beste is van de twee. Ja, dat waren heerlijke revanches. Dat heb ik nooit zo eerder ervaren. En het grappige is dat er zelfs in mij een heel klein procentje is die liever niet wereldkampioen is. Dat is heel raar, maar ik hou helemaal niet van die druk. Ik hou helemaal niet van het idee van ik ben wereldkampioen. Dus alle sparringen die ik daarna zou doen hier in Nederland, dan heb je toch een beetje het idee van ja, ik zou toch beter moeten kunnen, want ik ben toch de wereldkampioen. Ja. Nou ja, uiteindelijk zou ik er natuurlijk 100% voor tekenen als ik hem op mijn naam kon schrijven. En dat is niet gebeurd en dat gaat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Maar ja, in de tussentijd heb je zoveel andere toernooien en je hebt andere momenten waarin je weer kunt laten zien wat je kan. En ja, elke wedstrijd waarin je weer iets nieuws toevoegt eigenlijk aan je arsenaal, dat is gewoon genieten. En zo ook nu zijn we 2 weken voor de Spelen. Ja, voor de voorbereiding. We zijn voor mij zijn dit de Spelen. Over 2 weken heb ik die kwalificatie. Ja. Dus dat is voor nu het allergrootste in mijn agenda. Mensen vragen ook welke dag moet jij boksen op te spelen. Ik heb geen idee. Nee. Ik heb er geen idee, maar ik weet wel. Ik ben blij om dat te horen. Ja. Dat geeft voor mij de bevestiging dat je alleen maar bezig bent met die eerste horde. En die eerste horde is je überhaupt, hoe gek dan ook, kwalificeren voor. Ja, dat is gewoon 2 weken en 2 dagen as we speak. Dan weet ik heel goed wat daar staat en wat daar moet gebeuren. Welk resultaat moet je daar halen? De eerste 4 van Europa. Okay. En gek genoeg... Waar wordt het toernooi gehouden? In Parijs. Dat was dus een toernooi wat dus eigenlijk voor de coronatijd in Engeland plaatsvond. En toen halverwege is afgebroken. Dus hoe we dus normaal de loting niet weten, weten we die nu wel. Dus dat is het gekke dat ik precies weet. Er zijn 3 tegenstanders die op mijn netvlies staan en daar moet ik voorbij. En wat er dan verder op dat toernooi gebeurt, dat maakt eigenlijk geen bal uit als ik dat ticket maar pak. Ja. Die kwalificatie is natuurlijk super belangrijk om uiteindelijk je tweede Olympische droom überhaupt te kunnen beginnen. Ja. Brengt dat extra spanningsvelden met zich mee voor jou?
Of zie je het daadwerkelijk, ben je zo ver in je mindset dat je het inderdaad ziet als een wedstrijd. En in de wedstrijd is het gewoon heel simpel. Hoe kan ik mijn kwaliteiten zo goed mogelijk gebruiken? Of hang je toch het gewicht van het belang eraan? Ja, dat is eigenlijk een beetje tweedelig. Want aan de ene kant moet je gewoon doen wat je altijd doet. Is het een gewone wedstrijd? Het is niet anders. En aan de andere kant moet je wel heel goed beseffen hoe graag je dat wil. En daarvoor heb je dan toch die Olympische Spelen nodig. Dus daarvoor moet je toch beseffen waar het om gaat. En dat is elke wedstrijd ook. Als ik een toernooi heb, dan plant ik mezelf ook bij de finale wel weer even in. Oké, dit is wel een finale. Weet je wel, ook je tegenstander krijgt daar vleugels van. En dat is ook in een Olympisch jaar. Iedereen wil het zo graag. Dat iedereen zich lijkt te ontpoppen ineens tot een beest die daar in die ring gewoon niet moe wordt. En je gaat door, want je wil dat zo graag. En dat is ook met... Ik weet even niet de technische benaming, de fysieke benaming ervoor. Maar dit is ook volgens mij met marathons en dingen. Het is omdat jij er al op instelt, want het wordt heel erg zwaar, is het dat jij dat extra stapje kunt nemen. En dat is nu ook, je moet uiteindelijk wel dat doel voor ogen hebben, altijd. Ja. Ook in de voorbereiding. Het is niet zo dat wij als topsporters elke dag opstaan en elke dag ons geweldig fit voelen. En denken van oké, ik ga ervoor en ik heb hier zo zin in en ik ga hier een uur keihard knallen. Maar dan is het altijd zaak om te denken aan dat hogere doel. Aan wat heb je voor ogen? Je bent deze keer gaan werken voor de eerste keer met een moodboard. Ja. Hoe ziet dat moodboard voor jou eruit? Ja, dat vond ik belangrijk om nu gewoon de laatste weken heel scherp te hebben. Van oké, ik wil wakker worden en ik wil gelijk zien waar ik mee bezig ben. En waar ook vandaag alles weer omheen moet draaien. Want natuurlijk hebben we in de maanden voorbereiding. Je hebt ook gewoon je normale leven, je dagelijks dingen. En er komen ook soms projecten voorbij. Of ik eens een keer een praatje daar wil doen of een dingetje daar. En nu in die laatste maand of die laatste 5-6 weken wil ik eigenlijk gewoon... dat alles daarom draait en dat ik alles opzij zet daarvoor. Ja. Normaal, dan kan je soms wel een beetje schipperen. Dan zeg je, ja, ik heb dit of dat, ik heb een verjaardag. Nou ja, dat kan wel, want die training 's avonds, die kan ik misschien ook 's ochtends doen. En dan is het misschien net iets minder ideaal. Want dan heb ik die of die tegenstander niet. Maar dan kom je dan soms nog wel eens mee weg. Maar in die laatste weken voorbereiding wil ik het gewoon heel scherp. Dus ik heb een moodboard in mijn kamer hangen. Mooie groene achtergrond, mooie vitale achtergrond. Met natuurlijk die ringen van Tokio in het midden. En bovenin, ja, hoeveel dagen nog, hoeveel weken nog tot kwalificatie. En wat quotes die mij daarbij kunnen helpen scherp te stellen. Om vooral ook deze dag weer te zorgen dat je die stappen maakt die je moet maken. Welke lessen neem je eigenlijk mee in je dagelijks leven die je geleerd hebt in je reis van topsport tot nu toe? Ja, dat is een heel verhaal. Daar kun je eigenlijk nog wel anderhalf uur over praten. Maar mijn stap 1 is eigenlijk... de basis is goed voor jezelf zorgen. Mm-hmm. Ik denk dat je daar al een heel eind mee komt. En je ziet heel vaak om je heen... ook je ziet in de sportschool hartstikke veel talenten. En hartstikke leuk. Maar de dingen eromheen kloppen niet. Dus voor mij zijn dat eigenlijk pijlers. Als voeding, herstel, beweging... Maar ook planning en mindset, dat soort dingen moeten allemaal al als basis goed zijn eigenlijk. Ja. Dus dat is mijn grootste les. Dat is niet alleen in de topsport, maar ook voor whatever ik hierna ga doen. Denk ik dat je dat goed op orde moet hebben om boven jezelf uit te kunnen stijgen. Mm-hmm. En anderzijds, als je in zo'n down periode zit of het gaat even niet lekker of je voelt je minder energiek. Dan denk ik dat je ook weer bij die 5 moet beginnen. Bij die stappen moet beginnen om het daar goed op orde te krijgen. En dan gaat het vanzelf allemaal weer wat zonniger eruit zien. Back to the basics. Yes. Ja, verder heb je dingen inderdaad geleerd van hoe organiseer je dan je eigen flow. Het stellen van grenzen. Maar ook het samenstellen van een team. Zoals we nu eigenlijk, als je mijn team bekijkt, dan bestaat dat uit Nuska Fontijn, Hans Kroon, Abdul Fekiri. Dat is eigenlijk een heel klein, kort teamverband. Zie je dat als een voordeel of een nadeel? Nee, echt een voordeel. Ja, prima. Ik loop wel eens bij een fysio of bij een osteopaat of een masseur. Maar dat is eigenlijk alle jaren heeft dat allemaal gewisseld. En dat geeft ook niet. Dat zijn eigenlijk de randzaken waar je naar op zoek bent. Maar dat team is al zo lang hetzelfde. En je ziet het om je heen. Gewoon mensen beginnen ergens en stoppen er weer mee. Het is consistentie, die is belangrijk. Ja. En binnen dat team, ik denk onze grootste kracht is vertrouwen in elkaar. Ja. Dus ik denk dat wij al 10 jaar samenwerken. Als het niet meer is. Misschien wel 12. Het is 12. Ja, 12. En, tijd vliegt voorbij als je het aan je zin hebt. Zeker.
Maar het belangrijkste is dat ieder zijn eigen taak heeft. Dus ja. Ik denk dat ik met Fekiri de beste boxcoach heb. En ik denk dat ik met jou de beste fysieke trainer heb. Dus het mooie daarin is dat wij in het boksen gewoon 100% op het boksen kunnen focussen. Omdat we weten dat de fysieke aspecten gewoon bij jou liggen. En dat trainen we 2-3 keer in de week al jarenlang. En dat zit gewoon goed. Waardoor je gewoon... kunt focussen op de momenten, op de dingen waar je op dat moment bij moet zijn. En je vertrouwen onderling. Jij en Abdul hoeven elkaar niet elke week op te bellen, want het zit gewoon goed. En ieder heeft zijn taak daarin en zijn verantwoordelijkheid. En dat loopt gewoon als een trein. Abdul is ook buiten je coach ook je levenspartner. Hoe werkt dat? Ja, dat werkt ook met hobbels. En dat heeft nadelen en voordelen. Mm-hmm. Wij zijn al vanaf het begin samen. En ik heb ook trainingskampen bijvoorbeeld in Kazachstan gezeten 2 weken. Dan moet ik niet aan denken dat ik dat met iemand anders had moeten delen. Dus dat is een heel groot voordeel dat je samen door een deur kan. En anderzijds is hij strenger tegen mij dan wie dan ook. Dus die wil ik ook heel alleen graag... Alleen om de schijn te voorkomen. Nou. Ja, dus dat is, levert ook wel uitdagingen op, zeker. Ja, ja. En het is natuurlijk wel lastig als jij een training hebt en het ging niet goed of hij is niet tevreden. En je komt thuis en dan denk je van nou, als ik nu een andere vriend had, dan kwam ik dus nu thuis. Dan zei hij, geef niet hoor, dan heeft hij lekker warm gekookt en dan gaan we samen een filmpje kijken. En dat is natuurlijk niet nu. Zijn dat twee gescheiden werelden? Of, Nou, dat neem je natuurlijk wel eventjes mee. Ja. Dus als we dan van een training komen en hij zegt van... wat eten we vanavond? Dan denk ik ook, zoek het uit. Nee, maar maar dat leer je gewoon heel goed te managen. En ik denk dat scheiden ook wel steeds vaker... Weet je wel, die training is die training. Ik kom naar huis en we gaan weer door. En hij neemt boksen overal altijd mee naartoe. Dus dan moet je ook wel eens af en toe een beetje afremmen. Maar als wij op vakantie gaan, dan wil hij het liefst naar Cuba. Nou, we gaan niet naar Cuba. Want dan weet ik ook hoe zo'n vakantie eruit ziet. Dus, hij heeft natuurlijk ook heel veel voordelen. Want het is veel makkelijker plannen. We hoeven niet te kijken, ook moet die of die moet afspreken, zus of zo. We gaan gewoon trainen als we moeten trainen. En als er een video bekeken moet worden, de lijntjes zijn heel kort. Dat is ook een reden waarom ik bijvoorbeeld nooit een manager heb gehad. Ik heb niemand nodig eigenlijk om die... al die telefoontjes en die afspraken via iemand te regelen, dat kost mij een soort van ook energie. Dus ik heb het liever allemaal gewoon zelf kort in de hand en scherp. Met alle ervaringsjaren als topsporter, wat is eigenlijk het belangrijkste advies wat je aan jonge, talentvolle sporters zou mee willen geven? Wat het belangrijkste is, waar ze het eerste aan moeten denken? Wat ik heel zonde vind, is soms om hele goede sporters te zien die... die misschien niet op de goede plek terecht zijn gekomen. Dus ik denk wel eens, als ik nou was gaan boksen, maar Abdul was daar niet geweest, wat was er dan van mij terechtgekomen? Dus dat is, daar moet je en een beetje geluk mee hebben. Is het kwestie van de juiste mensen ontmoeten of op zoek gaan naar de juiste uiteindelijk mensen? Op zoek gaan. Maar ik heb wel het geluk dat hij er was. Want als hij er niet was geweest en ik was een aantal jaren gaan aanklooien met iemand anders. Je weet zelf hoe een sporter die dingen heeft aangeleerd die niet oké zijn. Om dat af te leren is gewoon een hell of a job. Ja. Dus uiteindelijk denk ik dat heel belangrijk is. Zorg dat je de juiste mensen om je heen hebt. Ik heb een ander moodboard eigenlijk waarin ik in een bus zit. Dat is iets wat jij mij hebt wijsgemaakt een heleboel jaren geleden. Zorg dat je zelf achter het stuur zit in jouw carrière. Dus zorg dat je zelf de touwtjes in de handen hebt. En je bent zelf verantwoordelijk voor de dingen die je doet. Ja. En belangrijk is dat je de mensen die je naast je hebt op die voorbank, dat die dezelfde kant op willen. Dat die de expertise in huis hebben. Ik vind dit een hele mooie afsluiter. Yes. Bedankt voor je inspirerende... betoog en gesprek. Dankjewel. Ik denk dat vele mensen hier leerzame dingen uit kunnen halen. En nogmaals bedankt. Thanks.